Wij bij Actiam hebben een onderzoek gedaan onder experts, wat zij allemaal verwachten. Dat doen we iedere maand, maar eens in het jaar, aan het begin van het jaar, vragen we wat ze voor het hele jaar denken. En dit jaar hebben er 127 professionals aan meegedaan. En wat dan opvalt is dat ze heel erg voorzichtig zijn voor het komend jaar. Ze verwachten maar een stijging van 2,5%. Dan doen we dat onderzoek al jaren. En meestal zit het zo'n beetje tussen de 8 en de 10% gemiddeld. Maar 2,5 zit echt aan de lage kant. Dat is een schrale troost. Dat verwachten ze vorig jaar ook. Toen dachten ze dat de AEX met 1,3% zou stijgen. Dat is uiteindelijk maar liefst 12,7% geworden. Dus wat dat betreft kan het ook nog heel erg meevallen. Waar ze vooral naar kijken is de politieke onrust opnieuw, hè, met de Italiaanse verkiezingen. Maar ook naar de QE. Hoe gaat het met de balans van de Fed en met het monetaire beleid van de ECB? Dat zal echt alles bepalend worden. En natuurlijk de winstgroei, die zal naar verwachting mooi zijn. Als we gaan kijken wat voor aandelen ze willen, dan zie je dat vooral Galapagos en Aegon echt gezamenlijk op nummer 1 staan. Dat zijn echt heel duidelijk de toppers voor het komend jaar. Het aandeel wat je niet moet hebben is Unibail. En als we gaan kijken naar hoeveel gewicht moeten we nou aan deze adviezen geven, dan kunnen we kijken naar het afgelopen jaar. En dan blijkt dat ze per saldo hebben ze het wel goed gezien. Aegon stond toen ook als helemaal bovenaan. Dat heeft het niet bijgedragen. Maar DSM stond bijvoorbeeld wel bij de toppers. Nou, met plus 40% is dat een prachtig rendement geweest. En bovendien hadden ze Altice bij de floppers staan. Dus u zult wel begrijpen dat het een mooi jaar geweest is per saldo voor dat lijstje met adviezen van toppers en floppers. En dat jaar daarvoor was het ook al een hele goede keuze. Dus wat dat betreft wellicht een punt om mee te nemen.